Ja, beste luisteraars, we gaan verder met het programma Wist U Dat? En we hebben aan de telefoon de heer Owen Venlo. Owen, goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. Goedemorgen, luisteraars. Het is weer zover. Woensdag, Wist U Dat? En ik heb geluisterd net naar Brada's Samson en Van der Leuf. En ja, weet je... Als je de programma's over Suriname hoort, beluistert, dan is het zo jammer dat zo'n rijk land, potentieel, zo weinig gedaan heeft met de natuurlijke rijkdommen. En ik heb het vaker gezegd, Iwan, natuurlijke rijkdommen, dan is de eerste natuurlijke rijkdom, is je bevolking. 1 miljoen Surinamers. Maar Suriname maakt geen gebruik van 500.000 van het 1 miljoen. En dan is iedereen verbaasd dat Suriname niet vooruitkomt. Maar goed, dat komt straks in het tweede uur. Tweede deel, moet ik zeggen. Het eerste deel, Nederland. Iwan, luisteraars. Ik val van de ene verbazing in de andere verbazing. Ook wat Nederland betreft. In de kwesties die ik heb u vaker genoemd, hè, die hoofdpijndossiers hier in Nederland, die blijven liggen, worden niet opgelost, escaleren. En dan staan politieke leiders verbaasd te kijken en worden ze een beetje boos. Op wie? Op anderen. Terwijl ze boos moeten zijn op zichzelf. Maar goed, Nederland. Wat mij aan een hele tijd zo teleurstelt, dat is de voorzitter, voormalige voorzitter van de Tweede Kamer, de Marokkaanse mevrouw Khadija Arib, Partij van de Arbeid. Mevrouw Khadija Arib is bijna 6-7 jaar geleden benoemd tot voorzitter van de Tweede Kamer, heeft het volgens iedereen uitstekend gedaan. Toen ze wegging, waren alleen maar loftuitingen. Ja, natuurlijk. Niemand doet alleen maar goede dingen, 100%. Iedereen doet goede dingen en minder goede dingen. Maar bij Khadija Arib, als voorzitter van de Tweede Kamer, waren het 80-90% goede dingen. Wat blijkt 6-7 jaren later? Dat men ineens komt aanzetten met... Tijdens haar voorzitterschap van de Tweede Kamer zijn er dingen gebeurd die niet konden. Grensoverschrijdend gedrag. En ineens, iedereen was verbaasd van, hoe kan dat? Vervolgens heeft Khadija Arib, die was verbaasd, die weet nog steeds niet tot de dag van vandaag, wat nou precies, ja... Een paar dagen geleden is een rapport uitgekomen, onderzoekscommissie. En die hebben gezegd, terecht, het was sociaal onveilige situatie heeft zij gecreëerd. Maar luisteraars, dat moet u even goed zien. De Tweede Kamer is een organisatie, natuurlijk. En die organisatie, van de overheid natuurlijk. En die organisatie heeft twee aspecten. Een ambtelijk en een politiek aspect. Khadija Arib was voorzitter van de Tweede Kamer, gekozen door de Tweede Kamer zelf. Zij was het hoofd, politieke hoofd van de organisatie Tweede Kamer. Daarnaast heb je ook altijd een ambtelijk hoofd van de Tweede Kamer organisatie. En dat is de griffier. Wat bij mij er niet in kan, dat is, als je Tweede Kamervoorzitter geweest bent, Khadija Arib, en je hebt in jouw politieke leiding naar die Tweede Kamerorganisatie sociaal onveilig gefunctioneerd, dan moet dat dan... Dan had dat toen
door het ambtelijke hoofd, de griffier, direct aan de orde moeten worden gesteld bij het politieke hoofd, Tweede Kamervoorzitter Khadija Arif. Dat is niet gebeurd. Daar komt nog een tweede ding bij, wat ik ook niet begrijp. Er wordt gezegd, want iedereen vraagt natuurlijk, maar wat dan precies en hoe, wat is er dan fout gegaan? Dan wordt er gezegd, anonieme meldingen. Luisteraars, Iwan, ik heb lang in het juridische gezeten, ik heb rechtshulp gedaan, ik ben ombudsman van de PvdA geweest een tijdje hier. Ik kan niets met anonieme meldingen. Zeker niet als het om klachten gaat. Want een belangrijk element van behandeling van klachten is hoor en wederhoor. En als je iemand beschuldigt en je zegt, ja, maar dan zegt die persoon natuurlijk, ja, maar wie dan, waarover en wat? Nee, dat mogen we niet zeggen, want het is anonieme klacht. Dan zeg ik, ja, sorry, ik zal er rekening mee houden, maar ik kan jou verder niet helpen als hier geen openheid over bestaat. Want dit is bij een anonieme klacht. Dat neem je zelf dat risico dat er met jouw klacht niet zoveel kan gebeuren. Omdat de andere kant gaat zeggen, nee, kom op, vertel wat precies gebeurd is dan. En het naam en toenaam noemen. En als je dat niet wil, dan zeg ik altijd tegen mensen als ze mij vragen om advies, je kan beter geen klacht indienen als je alleen een anonieme klacht wil indienen. Dan kan je op een andere manier duidelijk maken aan jouw chef, jouw leidinggevende waar je werkt. Luister, een aantal dingen gaan niet goed en geef dat dan maar aan. Maar als je een persoonlijke klacht tegen iemand wil indienen, kan je niet volstaan met een anonieme klacht. Dat is tegenover jezelf, maar ook tegenover die persoon, niet eerlijk. Want je beschuldigt die persoon nou wel anoniem. Maar als je van de hoed en de rand weet, dus alles van die zaak weet, kom je misschien tot de conclusie dat niet die persoon, maar jijzelf in de fout gegaan bent. Nou is er iets, luisteraars, wat ik destijds, u weet, ik heb heel lang in de politiek gezeten en in de PvdA, dus de partij van Khadija Arif. En daar hoor je een heleboel dingen in de wandelgangen. En een van de dingen die ik gehoord heb destijds in de politiek, toen Khadija Arif, Marokkaanse voorzitter Tweede Kamer, gekozen was en begon in de organisatie van de Tweede Kamer leiding, politieke leiding te geven, was ze een beetje een no-nonsense leidinggevende. Er waren ambtenaren, maar dat heb ik zelf ook ervaren als ambtenaar, er waren ambtenaren die een houding hadden van deze allochtoon, Surinamer, Antilliaan, Marokkaan, Turk, gaat mij niet komen zeggen wat ik moet doen. Ze zeggen het niet. Maar ze stralen het uit. En dan zeg ik altijd, we zullen zien, maar voorlopig begin je te doen wat ik je opdraag als leidinggevende. En als je inhoudelijk bezwaren hebt, graag, dan hoor ik ze graag. Maar de houding, jij allochtoon, Surinamer, Antilliaan, Marokkaan, Turk, komt mij, witte man, niet vertellen wat ik moet doen, gaat niet op. En toen al dacht ik, Mikado, ik hoop dat Khadija Arif het gaat redden. Nou heb ik er niet zo vaak meegemaakt in de Partij van de Arbeid, maar toch een paar keer. Ze is een no-nonsense figuur. Dus maak korte metten met iedereen die geen goed inhoudelijk verhaal heeft. En ik ben dus blij dat Khadija Arif tot de dag van vandaag geweigerd heeft mee te werken aan dit soort volstrekt onterechte aantijgingen en beschuldigingen. En
Toen vroeg iemand, ja, maar waarom anoniem? Ik bedoel, waarom kan je niet wat meer vertellen over wat heeft zij dan fout gedaan, Khadija Ali? Dan zegt iemand in de Tweede Kamer, nee, want als we meer gaan vertellen over wat zij fout gedaan heeft, dan ga je erachter komen welke personen die klacht ingediend hebben. Ja, hallo. Ja, sorry hoor. Maar, dus ik hoop, ik dacht dat Khadija Ali meester Knoop in de hand genomen had. Topadvocaat, net als Spong, allemaal topadvocaten. En dat de rechter uiteindelijk dus deze zaak eigenlijk met een sisser zal laten aflopen. En Khadija Ariep in ere zal herstellen. Dat is mijn inschatting. Want zo kan het niet. En daar heb ik een aparte opmerking over de griffier, het ambtelijke hoofd van de Tweede Kamer. Is een topfunctie. Griffier van de Tweede Kamer. Ambtelijke hoofd van de Tweede Kamer. Die verdient een gigantisch bedrag per maand. Dan behoor jij, als er dingen gebeuren ambtelijk met de ambtenaren, die niet door de burger kunnen, in dit geval door de politieke leiding, Khadija Ariep, Tweede Kamervoorzitter, als zij dingen doet naar de ambtenaren die niet kunnen, dan behoor jij als griffier direct iets te doen met die klachten. En dan voorkom je dat je later kan zeggen, het was structureel, want het heeft jarenlang geduurd. Ja, hallo, je hebt het zelf structureel gemaakt. Want als jij direct bij de eerste klachten, Khadija Ariep had gevraagd, kunnen we even praten over wat vervelende ontwikkelingen, dan had je in de kiem gesmoord de problemen in de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. Khadija Ariep is een no-nonsense figuur. En die had zeker daarop gereageerd. En daar was er een oplossing gekomen. En daar had je voorkomen dat het structureel geworden was. Dat het blijvend geworden, dat het zich herhaalde. Je doet niets. En zegt na 7-8 jaar, het was structureel, want het heeft zich steeds herhaald. Sorry, zou ik als rechter zeggen. Sorry, je hebt het zelf blijvend structureel gemaakt door niet direct op tijd op te treden. Dus kortom, luisteraars, het zijn van die dingen, ik ben al zo lang hier in Nederland, waarover nog steeds recentelijk onderzoek heeft ook klip en klaar aangetoond, nog steeds sprake is van institutioneel racisme. Dat er bij ambtenaren, soms ook bij politici, maar vooral ook bij ambtenaren, een soort ingebakken oneerlijkheid zit naar andere etnische groepen toe. De toeslagenaffaire is het bewijs ervan. De Belastingdienst heeft echt, het onderzoek heeft aangetoond, gewoon racistisch opgetreden naar bepaalde mensen met bepaalde namen. En dus kortom, dat uitbannen in het ambtelijk apparaat is een van de grote uitdagingen waar de nieuwe politiek na 22 november verkiezingen voorgesteld is. En het zit veel dieper, behalve het racistische, zit het ook in de affaire Groningen bijvoorbeeld. Daar gaat het niet om etnische groepen. En toch zie je dat die ambtenaren gewoon heel nonchalant ermee omspringen, het probleem niet oplossen. En de politiek laat dat maar gaan. En als het ontploft, zoals het herhaaldelijk ontploft, niet opgeloste problemen, maar opgestapelde problemen, dan is je paniek in de politiek. En dan worden de beschuldigingen geuit aan alle kanten, maar men kijkt niet naar zichzelf. Dus ik hoop, luisteraars, Iwan, ik hoop echt, ik volg het voor u ook, luisteraars, dat de affaire Khadija Ariep, beschuldigingen van sociaal onveilig gedrag, nou ja, dat vind ik ook zo'n rare term,
We zijn eerst begonnen met seksuele grensoverschrijdend. Nou ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. En nu hebben ze uitgevonden sociaal onveilig gedrag. Maar luisteraars, ik zeg altijd tegen mensen, als je met een geweldige term komt, in dit geval sociaal onveilig gedrag, dan moet je van tevoren eerst definiëren, wat versta je onder sociaal onveilig gedrag? De ene verstaat er dit onder, de andere verstaat er dat onder. Nee, je moet van tevoren, in het geval waar het om gaat, de affaire Khadija Arim, moet je van tevoren zeggen, we gaan onderzoek doen naar allerlei soorten gedrag, onder meer sociaal onveilig gedrag. En onder sociaal onveilig gedrag wordt het volgende verstaan, en dan moet je het definiëren, moet je het omschrijven. Van tevoren, niet tijdens het onderzoek. Dat was met voetballen, de spelregels. De spelregels van voetballen staan van tevoren vast. Je kan ze niet veranderen tijdens het voetballen. De spelregels voor onderzoek, sociaal onveilig gedrag, moeten van tevoren vaststaan. Je kan niet tijdens het onderzoek gaan wijzigen en gaan aanpassen wat daaronder verstaan wordt. Sociaal onveilig gedrag. Dus ik ben benieuwd wat de rechter hier allemaal van gaat vinden. In ieder geval een belangrijk element, hoor en wederhoor, in de affaire Khadija Arim is niet toegepast. En dan zegt men, ja, maar ze had dat kunnen komen helpen om mee te werken aan het onderzoek. En Khadija Arim zegt, nee, jullie zijn vanaf het begin bezig met mij niet serieus te behandelen en te betrekken bij dat onderzoek, het eerste onderzoek, met jullie anonieme dit, anonieme dat. Ik mag dat niet weten wie, ik mag zus niet weten, in welke gevallen mag ik ook niet weten, want anders weet ik wie. Het kan niet zo, maar goed, we zullen het zien, we zullen het volgen. Een tweede ding wat Nederland betreft, luisteraars, Iwan. Ik ga voorlopig erover blijven praten. Het gemene onchristelijk gebaar van ChristenUnie-minister Carola Schouten. Wat is het gemene en onchristelijke? 10.000 Surinamers met een AOW-gat. Uitsluiten van het gebaar van 5.000 euro. Elke keer als ik erover denk en over praat, ben ik zo teleurgesteld. Uitgerekend een ChristenUnie-minister, die dus de afgelopen jaren, ook haar voorgangers, steeds weer concessies heeft geëist van ons, wat betreft het geld. Ze wilde dus geen compensatie, dus reparatie, van het gat voor iedereen, wilde ze niet. Het is te duur. Ze wilde geen tegemoetkoming. Dat is een gedeeltelijke compensatie. Wilde ze ook niet. Uiteindelijk is ze de Tweede Kamer heeft namelijk gezegd, je moet iets doen voor deze groep, Surinaamse ouderen met de AOW-gat. Ze wilde geen compensatie. Ze wilde geen tegemoetkoming. En ze is uiteindelijk uitgekomen op een gebaar, wat jaren geleden ook een aanpak is geweest van voor Indonesiërs, die ook een soort claim hadden gelegd bij Nederland over het verleden. Een gebaar wilden ze maken, 5.000 euro, iedereen. Automatisch via de Sociale Verzekeringsbank. De Sociale Verzekeringsbank, luisteraars, SVB, die voeren uit de Algemene Ouderdomswet, de AOW. Die kunnen zo op de computer zien om hoeveel mensen het gaat. En de SVB, de Sociale Verzekeringsbank, heeft ons vanaf het begin gezegd, het gaat om tussen de 30.000 en de 35.000 Surinamers, oudere Surinamers met een AOW-gat. Oké. De regering, de minister wil geen compensatie, een reparatie, geen tegemoetkoming, alleen een gebaar. En wat doet ze? En dan komt dat gemene, onchristelijke,
van de ChristenUnie-minister Carola Schouten. Wat doet ze? Ze haalt van die maximaal 35.000 personen, haalt ze 10.000 weg. Die krijgen het niet. Dat doet ze door 2 extra voorwaarden te stellen. Gewoon ineens komt dat tevoorschijn. Je moest 18 jaar zijn toen je naar Nederland kwam en 20 jaar in Nederland hebben gewoond. Slaat helemaal nergens op. De enige reden waarom deze minister deze 2 extra voorwaarden aan het einde ineens stelt, is dat bedrag wat ze zou moeten betalen, 175 miljoen, is 35.000 keer 5.000 euro, 175 miljoen, vindt ze te veel. Dus 2 extra voorwaarden stellen, 10.000 oudere Surinamers met een AOW gehad, krijgen niet die 5.000 euro. Ik zou daarom willen oproepen, alle Surinamers, maar ook anderen die met ons sympathiseren, om bij de komende verkiezingen alle politieke partijen te vragen om deze onrechtvaardigheid, deze gemene actie van de ChristenUnie-minister te corrigeren in de Tweede Kamer. Ik heb alle Tweede Kamer-fractievoorzitters een brief geschreven, waarin ik ze gezegd heb, dit kan je niet maken naar deze groep oudere Surinamers met een AOW gaat. Door 10.000 oudere Surinamers met een AOW gaat uit te sluiten van dat gebaar van die 5.000 euro. Het is een gemeen onchristelijk gebaar. Dat kan je zo niet laten. Dus ik ben benieuwd. Ik verzoek dus iedereen straks komen de campagnes. 22 november zijn de verkiezingen. En dan komen de campagnes. En dan gaat u al die politici gaan bij u langskomen in de buurt, op de markt. En in winkelcentra. En zeg ze allemaal, ga geen discussie met ze voeren. Zeg ze alleen maar, dat gemene, onchristelijke gebaar van de ChristenUnie-minister Carola Schouten om 10.000 Surinaamse ouderen AOW gaat niet die 5.000 euro te geven, dus niet dat gebaar voor die 10.000. Kan niet. Gewoon tegen ze zeggen. Jullie moeten er iets aan doen, het kan niet. En tenslotte, Iwan luisteraars, deze regeling, dat gebaar, 5.000 euro voor allemaal, behalve die 10.000, wordt halverwege volgend jaar uitgevoerd. Dus we hebben nog even de tijd om de politiek te bestoken. Na 22 november hebben we natuurlijk een nieuwe Tweede Kamer. Dus het is heel goed als tijdens de verkiezingen die nieuwe Tweede Kamerleden, kandidaten, geconfronteerd worden met dit probleem. En waar gaat het er eigenlijk om? Heel simpel. De minister Carola Schouten heeft gereserveerd 121 miljoen. Ze had moeten reserveren 175 miljoen. Dus 54 miljoen te weinig gereserveerd. En de Tweede Kamer moet iets doen om die 54 miljoen extra voor die Surinaamse ouderen in de begroting te vinden, zodat alle 35.000 Surinamers met een AOW gaat die 5.000 euro kunnen krijgen. Ik kom er nog vaker op terug en zelf ga ik natuurlijk ook tijdens de campagne overal waar ik kom en deze lieden, politieke mensen ontmoet voor de Tweede Kamercampagne, verkiezingen 22 november, ga ik ze met hun neus op deze onchristelijke gemene feiten drukken van minister Carola Schouten. Hoe kan een ChristenUnie-minister zo onchristelijk handelen? Wordt vervolgd. Suriname. Ons geliefd Suriname. Iwan, luisteraars, weet je, zodra, kijk, alles wat met Suriname niet goed gaat, in Brokomiati. Dat geldt voor ons allemaal. Het liefst zie je natuurlijk dat Suriname, die zoveel potentie heeft. Suriname is 5 keer groter dan Nederland. Luisteraars, Suriname is 5 keer groter dan Nederland. Suriname heeft als bevolking ruim 1 miljoen Surinamers wereldwijd. In Suriname en
buiten Suriname. Ruim 1 miljoen. Suriname had nu met goed bestuur en goed beleid een topland kunnen zijn met een topvolk. Had gekund. Dan had Suriname om te beginnen, ik was er zelf bij, ik was net aankomend in de Partij van de Arbeid, de jaren 70. Bij een eerste ontmoeting, ik weet nog heel goed, een ontmoeting in de buurt van Oesgees was het, bij Leiden, ontmoette ik voor het eerst Joop den Uyl, Partij van de Arbeid. Ik ging kennis met hem maken, hij vond het leuk, ik was de enige blakkamang toen, daar, in de Partij van de Arbeid aankomend. En toen zei hij tegen mij, wat ik ervan vond, want zoveel mensen verlaten Suriname nu, 73, 74, 75, vanwege de onafhankelijkheid. Maar jullie gaan die mensen wel nodig hebben, hè, zei hij tegen me. Dus ik zei tegen hem, ja, nee, maar dat staat vast, duidelijk, duidelijk. Dus, zegt hij, we moeten toch kijken met Jan Pronk, hoe we kunnen zorgen dat Suriname dus die kennis en die kunde van al die mensen die nu allemaal weggaan, kan inzetten om Suriname op te bouwen. Joop, zei ik tegen den Uyl, ja, absoluut, geen twijfel over. Ik ben dat ding later vergeten, ineens hoor ik in de toescheidingsovereenkomst, dat ding heet toescheidingsovereenkomst vanwege dat in 75... de nationaliteiten moesten worden toegescheiden. Wie bleef Nederlander en wie werd Surinamer? Daarom toescheiding van nationaliteiten, daarom toescheidingsovereenkomst. En toen is er opgenomen in die toescheidingsovereenkomst, artikel 5 lid 2, dat de Surinamers in Nederland twee rechten hebben. 1. Altijd onvoorwaardelijk toegang tot Suriname. En 2. In Suriname gelijke behandeling als de Surinamers daar. Dat is de basis voor diaspora-beleid. Geen van de Surinaamse regeringen, luisteraars, Iwan. Geen van de Surinaamse regeringen heeft dit artikel uitgewerkt. Venetiaan maakt het nog erger. Toen hij president was van 2000 tot 2010, krijgen we ineens hier in Nederland te horen, Venetiaan wil af van artikel 5 lid 2 toescheidingsovereenkomst. Ik werd gebeld door een paar politieke partijen. Ik ben ook bij een paar geweest. Ik heb ze klip en klaar duidelijk gemaakt. No way. Als Venetiaan, president Venetiaan, mijn mattie Ronald Venetiaan, af wil van dat diaspora-artikel in de toescheidingsovereenkomst, dan moet hij eerst met de diaspora komen praten met ons. Zo gaat dat in modern democratisch bestuur. Jij kan niet iets wat over ons gaat willen schrappen, omdat het je niet uitkomt. Dus kortom, wij hebben met nog een paar andere actieve politieke Surinaamse mensen. Wij hebben, maar ook Hollanders hebben ons gesteund, gezegd, oh no way, nee, dit gaat zo niet. Dus dat ding is blijven liggen. Mijn verbazing laatst in een interview, ook bij Radio Tamara, met mevrouw Simons, die nog steeds dat verhaal houdt. Ja, maar jullie moeten ons niet komen zeggen wat we moeten doen. Dat artikel kan geschrapt worden. Ik was verbaasd. Want daarom noem ik u net in het begin, Suriname had een topland kunnen zijn met een topvolk. Maar Suriname heeft bestuurders die kortzichtig zijn. En dus een mentaliteit ontwikkelt die politieke leiders bij de bevolking van, jullie moeten niet denken dat jullie ons gaan komen zeggen wat we moeten doen. Dat is kortzichtig en aan de andere kant kan ik me een beetje voorstellen, na de onafhankelijkheid heb je natuurlijk de eerste jaren nodig om je eigen beleid te ontwikkelen. Toch? Die Hollanders weg, onafhankelijk,
dat je niet als eerste direct de diasporabeleid wil gaan doen. Dat kan ik me een beetje voorstellen. Maar luisteraars, weet u, een belangrijke Tranamang, Johnny Leefmans, de vroegere ambassadeursfuncties vervuld voor Nederland, in de hele wereld, die heeft mij een keer gezegd, want Suriname zei wel eens, Nederland is geen bevriend land als je je zo opstelt tegenover Suriname. Ben je geen bevriend land. En toen zei Johnny Leefmans, meester Johnny Leefmans, tegen mij, landen hebben geen vrienden. Landen hebben belangen. En als je er belang bij hebt, dat je een goede relatie hebt met een land, moet je altijd zorgen dat die relatie goed is. En dat is precies wat ik ook zeg tegen Surinaamse politieke leiders. De helft van je bevolking zit in het buitenland. Nederland, Amerika, voormalig Antillen. Door ze niet te betrekken op basis van beleid, diaspora-beleid, met een aparte minister diaspora-beleid, want luisteraars, waarom ik ook president Santokki geappt heb in 21. Vanaf nu praat ik alleen maar over een aparte minister diaspora-beleid. En ook, maar dat is een ander chapiter, een aparte minister waterstaat. Ik zeg het wel eens plastisch. Suriname is aan het verdrinken. Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk aan het verdrinken. Daarom is er een aparte coördinerende minister waterstaat nodig. Minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken kan dit nooit erbij doen. Uitgesloten. Letterlijk aan het verdrinken, daarom nodig een coördinerende aparte minister waterstaat. En figuurlijk is Suriname aan het verdrinken zonder een aparte minister diasporabeleid. Ook een coördinerende minister diasporabeleid. Waarom coördinerend? Omdat deze beleidsgebieden, waterstaat en diasporabeleid, te maken hebben met alle departementen, met alle ministeries. Dus als je geen coördinerende minister hebt, gaat het regelen van diasporabeleid, gaat het regelen van waterstaat niet lukken. Suriname, de wateroverlast hoef ik niets te vertellen, dramatisch. Ieder jaar weer in Suriname, hele gebieden in Suriname. Even een zijstapje. Suriname is 5 keer groter dan Nederland. Nederland heeft 21 waterschappen. Dat zijn besturen die gaan over het beheren, managen en zo van alle water. Ook drinkwater en. Nederland heeft 21 waterschappen. Suriname is 5 keer groter dan Nederland. Dan zou je zeggen, dan moet Suriname 100 waterschappen. Zo 1-op-1 is het niet. Maar Suriname zal toch een aantal waterschappen moeten hebben. Anders gaat Suriname, de kustvlakte gaat onder water komen. Er zijn gigantische risico's die Suriname loopt. Ik heb vorige week uitgelegd, niemand praat over potentiële aardbevingen door olie- en gaswinning. Terwijl dat risico er wel is. Hoe groot dat risico is, weet ik niet. Daarom moet onderzoek plaatsvinden. Maar we hebben gezien wat hier in Nederland, in Groningen gebeurd is. Aardbevingen, gescheurde huizen, waren ze ook nonchalant. En dachten, nou, het zal wel niet meevallen. Suriname loopt een extra groot risico, daarom noem ik het, regeren is vooruitzien. De kleinste beving kan de Afobakkerdam laten scheuren. Luisteraars, ik wil niet eens erover praten, ik wil er niets aan denken. Nou zo, Miati Ebroko. Wat er dan gebeurt. Dus je moet vooruit gaan denken en zorgen dat je weet wat zijn de risico's wat we nemen met olie- en gaswinning, aardbevingen
En als er aardbevingen komen, welke rampenplannen hebben wij al direct in de kast om de slachtoffers zo weinig mogelijk aantal te laten zijn? Dat is vooruitkijken, vooruitdenken, beleid maken. Regeren is vooruitzien. Ik hoorde net de opmerking van, ik weet niet of het nou Brada Guillermo Samson was of Van der Leuf. Ze hebben een foto gemaakt dat er scheuren zijn geconstateerd in de Weidenbosbrug. Ik heb een keer al eerder aandacht voor gevraagd, ook bij Radio Tamara. Naar aanleiding van die brug in Italië die ineens in elkaar gezakt is. Niemand kon me vertellen de staat van onderhoud van de Weidenbosbrug. Hoe staat het ermee? Maar goed, terug naar Suriname. Suriname had nu dus, in plaats van een van de armste landen, een van de rijkste landen kunnen zijn. Waarom ik het verhaal u vertel van artikel 5 lid 2 wordt niet uitgevoerd. Je komt het overeen, je legt het vast in een toescheidingsovereenkomst, de diasporabeleid, en je voert het niet uit. Dan kom ik op de actualiteit van nu. UNESCO. Suriname, de binnenstad van Paramaribo, met de grenzen staan heel goed gegeven. De binnenstad van Paramaribo staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat betekent dat die monumenten in dat gebied in stand gehouden moeten worden, omdat ze culturele waarde hebben en voor de komende generaties in stand gehouden moeten worden. De UNESCO zorgt ervoor dat ze mede financieren. Als UNESCO, als je op die lijst van UNESCO staat, dan zijn er ook andere financiers die helpen. Europese Unie, en Zuid-Amerikaanse instellingen, kortom. Als je op de lijst staat, dan verbind je je als land dat je een aantal dingen zal doen die door UNESCO worden voorgeschreven. Daar ga je akkoord mee, daar kom je overeen. Dat betekent dat je dus niet zomaar kan gaan bouwen aan, in of in de nabijheid van die monumenten. Dat is nou precies waar de schoen wringt. Suriname komt met een vergaderzaal voor het parlement dat niet past binnen het beleid van UNESCO, de regels van UNESCO, die UNESCO al 80 jaren heeft, die regels. Wat is het commentaar van de Surinaamse minister? UNESCO moet niet denken dat ze ons gaan komen vertellen wat we moeten doen. Ja, maar nou, daar gaat het niet om. Het gaat erom, wat heb jij getekend? Waar ben jij mee akkoord gegaan? Daarom gaf ik u net het voorbeeld van diaspora-beleid, artikel 5 lid 2 toescheidingsovereenkomst. Je bent akkoord gegaan met de toescheidingsovereenkomst. Je bent akkoord gegaan nu met de UNESCO-overeenkomst. En je voert het niet uit. En als men jou erop wijst, word je boos. En dan ga je heel gemeen, denigrerend praten over UNESCO. Internationale VN-organisatie van de Verenigde Naties. UNESCO. UN is United Nations. Organisatie voor educatie en cultuur en noem maar op. Dus kortom, luisteraars, Iwan. Je komt iets overeen, je legt het vast en je voert het niet uit. En nou komt mijn grote teleurstelling. In Suriname zijn er twee, misschien wel meer, maar in ieder geval twee, noemen ze site managers van UNESCO. Surinamers, die op de plek, Suriname, Paramaribo, UNESCO functies vervullen. Toezicht en advies en noem maar op. Twee van die site managers, de heer Fokke en mevrouw Narayan, hebben ontslag genomen. Want, zeggen zij, Suriname houdt zich aan geen enkele regel, zoals de afgelopen jaren steeds weer gebleken is. Dus dat die twee Fokken en Narayan gestopt zijn, is de druppel die de emmer doet overlopen.
En wat ik zo jammer vond, mevrouw Narayan die zegt, ze heeft geluisterd naar een minister, ik weet niet of het de minister van Openbare Werken is, dat technische gedeelte gaat minister Openbare Werken over, maar het inhoudelijke cultuur, daar gaat de minister van Onderwijs over. Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur. Ori, Henry Ori. Dus ook mijn Matti. Dus kortom, wat heeft een van die ministers gezegd toen hij hierover sprak? Werelderfgoedlijst, bla bla bla. Dat zegt mevrouw Narayan. En dan kan ik me voorstellen, als je zo omgaat met een serieuze problematiek van de VN-orgaan UNESCO, waar je eigen mensen site managers zijn, managers op de plek van UNESCO. Die hebben je gewaarschuwd. Suriname is gewaarschuwd een heleboel keren. Pas op die regels, let op wat je... Je kan niet zomaar in de binnenstad van Suriname, die op de werelderfgoedlijst van UNICEF, UNESCO staat, kan je niet zomaar de regels die daarvoor gelden aan je laars lappen. Dat kan niet. Dus die twee mensen hebben gezegd, we stoppen. Meneer Fokke en mevrouw Narayan. En om dit punt af te ronden, Iwan, ik zou een beroep willen doen op beide ministers. Zowel Buitenlandse Zaken als Openbare Werken. Zo kan het dus niet. Mijn advies aan beide ministers is ook aan de president. Zorg ervoor dat deze ministers, die zo badinerend omgegaan zijn met deze problematiek, hun excuses aanbieden aan UNESCO en ook aan die twee functionarissen, Surinaamse functionarissen van UNESCO in Suriname. Misschien dat die twee nog zullen zeggen, oké, dan trekken we ons ontslagbrief in. Maar zo kan je niet omgaan met je diaspora in het voorbeeld wat ik u gaf. Je komt het overeen, je legt het vast en je doet het niet, geen diaspora-beleid, terwijl je wel overeengekomen bent. Zo kan je niet omgaan met UNESCO en de regels van UNESCO, waar je voor getekend hebt, wat je overeengekomen bent. Dus kortom, luisteraars, iemand afsluitend op dit onderdeel. Suriname moet goed gaan nadenken. Er heerst in Suriname een mentaliteit. Maakt niet uit wat je overeenkomt, je hoef je er niet aan te houden. Het is een van de kernproblemen in Suriname. Als dat zo blijft, is Suriname verloren. Ik heb u net aangegeven, een beetje beeldspraak, Suriname is letterlijk en figuurlijk aan het verdrinken. Letterlijk zonder een minister van Waterstaat, coördinerende minister Waterstaat. En figuurlijk aan het verdrinken zonder een coördinerende minister diaspora-beleid. Laten we kijken hoe dat zal gaan. En laten we hopen, luisteraars, want de binnenstad van Paramaribo is zo waardevol cultureel. Ik heb het interview gehoord, iemand wat jij hebt gehad met Tsigelin Staphorst. Geweldige vrouw die geweldig vecht voor het cultureel erfgoed van ons. Laten we hopen dat men hier tot een bevredigende oplossing komt voor alle partijen. En dat het onderhoud van die monumenten binnenstad van Paramaribo gewoon door kan blijven gaan met hulp en steun van UNESCO. Een tweede punt wat een beetje aansluit bij de politieke toestanden in Suriname nu. Ik heb het vaker over gehad, luisteraars, Iwan, het volgende. We weten sinds jaar en dag in de politiek dat je bij verkiezingen een kandidatenlijst hebt voor het parlement. Alle politieke partijen die meedoen met de verkiezingen, ik kom een keer apart terug op die borgsom, belachelijke borgsom die politieke partijen moeten betalen. Kom ik een keer apart op terug, misschien volgende week. Alle politieke partijen
moeten meedoen, willen ze meedoen aan de verkiezing, moeten kandidatenlijst indienen, waarop hun kandidaten staan voor het parlement. We kennen dat systeem al heel lang. Bijna alle democratische landen hebben dat systeem. De bevolking weet van tevoren, per partij, wie voor die partij in het parlement kunnen komen. Je weet niet of ze komen, want dan moet je gewoon afwachten wat de verkiezingsuitslag is. Maar je weet, als je die kandidatenlijst ziet, dan weet je precies, die personen, mannen en vrouwen, zouden in het parlement kunnen komen voor die partijen. Mijn vraag als staatsrecht, bestuursrecht, jurist, met vernieuwingen in mijn achterhoofd, ik heb u vaker gezegd, luisteraars, als je doel is van Suriname een topland maken met een topvolk, dan zou je moeten zorgen dat je ook topmensen in je bestuur hebt. Alleen topmensen kunnen, ik heb vaker gepleit, zeker in de situatie van Suriname, nu ernstige crisis, dat er een zakenkabinet moet komen met topmanagers met een beetje afstand tot de politiek en die twee aparte ministers die ik u net noemde, diaspora-beleid, waterstaat. En maar nou komt het nieuwe. Als je een kandidatenlijst hebt voor wie er in het parlement kunnen komen, iedere politieke partij heeft een kandidatenlijst, dan kan ook iedere politieke partij een kandidatenlijst maken voor wie voor hun als partij kandidaat zijn om president, vicepresident, minister te worden. Natuurlijk kan dat. Want na die verkiezingen moet je, als jouw partij gaat regeren, ook kandidaten gaan zoeken voor minister, president, vicepresident. Dus als je de bevolking invloed wil geven, echt invloed wil geven op de regering, met andere woorden, als je een familie- en vriendenregering wil voorkomen, want dat heeft Suriname alleen maar ellende gebracht, maar je wil een zakenkabinet, topmanagers, met afstand tot de politiek, dan moet je voor de verkiezingen, net als bij het parlement, een kandidatenlijst maken naast wie in het parlement kunnen komen, per politieke partij een kandidatenlijst, wie voor die politieke partij president, vicepresident en minister kunnen worden. Net als bij het parlement, je kan na de verkiezingen kan je niet met andere namen komen dan de namen op die lijst voor het parlement, kandidatenlijst. Hetzelfde geldt voor die lijst voor ministers, president, vicepresident. Je kan na de verkiezingen niet met andere namen komen, kandidatenlijst, president, vicepresident, ministers. Het voordeel van deze vernieuwing is dat de bevolking voor de verkiezingen kan oordelen over de kandidaten. Dat doen ze nu ook voor de parlementsverkiezingen. Die kandidatenlijsten voor parlementsverkiezingen. Dus een kandidatenlijst, president, vicepresident, ministers van elke politieke partij, kan dan ook beoordeeld worden door de kiezers voordat zij naar de stembus gaan. Dit is een vernieuwing die ik zou adviseren in Suriname aan alle politieke partijen om dat te doen, zodat de kiezers niet achteraf geconfronteerd worden met allerlei familievrienden van politici die niet geschikt zijn. En vandaar dat ik dacht, ik leg het u voor, als je het aan het parlement zou vragen, die gaan natuurlijk allemaal nee zeggen, want als je een kijkje in de keuken van familie en vrienden geeft, dan verzwak je je positie, denken zij. Maar het gaat niet om jouw positie als politiek.
Het gaat om de toekomst van het land. Dat is het belangrijkste. Niet of jij familie, vrienden, kennissen een mooie baan kan bezorgen en noem maar op. Het land moet gemanaged worden, bestuurd worden, om te voorkomen dat Suriname verdrinkt, letterlijk en figuurlijk. En dus moeten de politieke partijen in mijn vernieuwingsvoorstel gevraagd worden, zo nodig, gedwongen worden, om hun kandidaten, president, vicepresident, minister, voor de verkiezingen op een kandidatenlijst te zetten. De namen op die lijst kunnen niet meer veranderen na de verkiezingen. De bevolking 3 maanden van tevoren, zou ik zeggen, dat mag ook langer, maar 3 maanden van tevoren, zou ik zeggen, moet die kandidatenlijst bekend zijn. Parlement, mogelijk, en regering. Afhankelijk natuurlijk van, gaat die politieke partij regeren, dan weet iedereen, oh, dan zijn het deze mannen, vrouwen, die in aanmerking komen voor presidentschap, vicepresident of minister. Dan kan de kiezer bij het uitbrengen van zijn stem rekening houden met niet alleen het kandidatenparlement op de kandidatenlijst, maar ook kandidaten, minister, vicepresident, president. Dan krijg je 2 effecten die geweldig belangrijk zijn. Je voorkomt de familieregeringen achteraf en vriendjes, gesjoemel onder onsje. En 2, je dwingt de politieke partijen, want ze moeten hun kandidaten, minister, president, vicepresident, voor de verkiezingen bekendmaken. Je dwingt de kandidaten om deskundige mannen en vrouwen kandidaat minister, kandidaat president, kandidaat vicepresident te maken. En als men familie en vrienden wil zetten, dat mag ook, dan moet de bevolking maar beslissen of ze dan op die politieke partij willen stemmen of niet. Deze vernieuwingen in wat betreft politiek leg ik u voor. In het algemeen geldt, wil je je ambitie een topland van Suriname maken met een topvolk. Een topvolk binnen en buiten Suriname. Buiten Suriname hebben we al aardig wat topmensen zitten. Kaarkom. We hebben ze. De huidige Black Achievement Month, nou deze maand, hebben we heel wat van ze een onderscheiding gegeven. Dus kortom, Surinaamse bevolking heeft in potentie een topvolk. Een deel is al topvolk. En als je nou zorgt dat dat deel in Suriname samengebracht wordt met dat deel buiten Suriname, dan kan Suriname in 10 tot 15 jaar een topvolk zijn in Zuid-Amerika, maar ook in de wereld. Voorbeeld Singapore. Je moet nooit kopiëren. Ik zeg niet dat je Singapore moet kopiëren, dat kan niet eens. Maar de spirit, de mentaliteit van Singapore, moeten we ook gaan ontwikkelen. En daarvoor is nodig voorbeeldgevende politieke leiders. Dus zeg ik tegen minister Noor Mohamed van Openbare Werken, zo praat jij niet over UNESCO. Zo praat niemand over UNESCO, werelderfgoed, bla bla bla. President Santokki moet op dit soort dingen letten, maar dat doet hij niet. Hij laat alles maar over aan anderen. En zo gaat Suriname er niet komen. En vandaar mijn opmerking net, wat is je bedoeling? Wat is je doel? Waar wil je naartoe? Ik hoor het nooit van president Santokki. Ik zou zeggen, en dat heeft president Santokki zelf opgemerkt, voor de verkiezingen, Bromtjidjari-beleid,
Ik vond het een geweldige benaming. Bloementuinbeleid. Dat betekent dat je al die bloemen moet onderhouden, want de ene bloem heeft wat extra onderhoud nodig en dan die andere. Die ene heeft wat meer zon nodig dan die andere. Kortom, Bromtjidari-beleid houdt rekening met aard en karakter van die verschillende groepen in je land. Niet alleen etnische groepen, maar ook jong en oud. Man en vrouw. Gehandicapte mensen. LHBTI. Gemeenschap. Dat is Bromtjidari-beleid. Geen van die bloemen verwelken. Geen van die bloemen gaan dood. En als je kijkt naar het beleid van president Santokki, een heleboel van die bloemen gaan gewoon dood. Maar een paar bloemen gaan goed. Dat zijn, luisteraars, Iwan, dat zijn potentiële tijdbommen. Dat zijn tijdbommen die gaan ontploffen als je ze niet voorkomt, onschadelijk maakt. Ze gaan ontploffen. Om te voorkomen dat ze ontploffen, moet je herstelbeleid invoeren. Herstelbeleid betekent Bromtjidari-beleid, eerlijk delen beleid, de mensen eerlijk behandelen. Dat is niet het kenmerk van Surinaamse politieke leiders van de afgelopen jaren. En dit gaat Suriname dus opbreken. We zien wat er in het Midden-Oosten gebeurt. We zien hoe men daar ook jarenlang de problemen niet opgelost heeft vanuit liefde en eerlijk delen. Nee, men is begonnen met veroverde gebieden in de oorlog na de oorlog niet terug te geven. Oorlogsrecht zegt, wat je in de oorlog hebt veroverd, moet je na de oorlog teruggeven. Dat heeft Israël niet gedaan. Nederzettingen beleid. De afgelopen jaren heeft Israël een heleboel nederzettingen op Palestijns gebied veroverd. Dat is ook niet zoals het behoort te gaan. De oudere generatie Palestijnen hebben, je wordt ouder, eigenlijk de zaak een beetje gelaten. Maar de jongere generatie Palestijnen komen in verzet. Dat geldt niet alleen in het Midden-Oosten, luisteraars. Dat geldt in de hele wereld. Ja? En ik bedoel, ik herinner u aan hoe Peking Saron, de inheemsen in Suriname, in verzet gekomen zijn tegen het roven in hun traditionele woongebieden, hun collectieve grondenrechten, niet geregeld, 17 jaar lang al bijna. Nou komen ze in verzet en dan wordt de president boos en dan wordt de politie schiet dan twee van inheemse mensen dood. Maar dit gaat vaker gebeuren, op momenten waarop het nooit uitkomt. Het volkstribunaal in Suriname is ook ontstaan omdat de regering de rechten van groepen in het land niet goed regelt. Dus kortom, iemand luisteraars, mijn pleidooi en mijn beroep richting Surinaamse politici is: schuif problemen niet voor je uit. Ga diaspora-beleid ontwikkelen. Ja. We zijn zeg maar over 9:30 en de luisteraars hebben de mogelijkheid om te gaan bellen. Want okay, we stoppen voor, tenminste, om 10 voor 10. Okay. Dan moeten wij dus stoppen omdat daar nog wat berichten volgen. Akkoord. Oké, ze mogen inbreken. Laat maar bellen. Dan stoppen we. Ja, dus kortom, alles bij elkaar nemend. Suriname gaat een aparte minister diaspora-beleid benoemen. En een aparte minister waterstaat.
Maak van jouw beleid doel, beleidsdoel. Suriname maken tot een topland met een topvolk. Dan zou je beleid moeten ontwikkelen voor de ontwikkeling van dat land en van dat volk, met als één centrale doelstelling wat het volk betreft, één saamhorig, onderling solidair volk, wereldwijd, in Suriname, buiten Suriname. Dan zal je dat kleine, piepkleine landje, wat bevolking betreft Suriname, echt in 10 tot 15 jaar tot een topland kunnen maken. En dat is mijn verzoek, en resumerend wat ik dus net zei, en koersrichting, kandidatenlijst, ministers, vicepresident, president. Okay. Zodat de bevolking van tevoren weet waar ze aan toe zijn. Goed, meneer Marcel, goedemorgen. De heer Iwan, goedemorgen meneer Verloo. Morgen meneer Marcel. Jawel, ik heb hier een vraag aan u. Ja. Gaan activisme en politiek samen? Want ik luisterde naar meneer Pacheco verleden gisteren bij ABC. En ik luisterde naar live van meneer Cibrano Piqué. Waarbij hij die mensen beschuldigde dat ze andere doelen hadden. De meeste van die activisten. En als het ware is hij werkelijk een van de weinigen die nog is overgebleven. Dus daarom stel ik die vraag. Dank u wel. Meneer Iwan ook bedankt. Dank u. Oké. Ja, kijk. Het probleem van Suriname is nu... Meneer Marcel? Oké, Owen. Ja, het probleem van Suriname is nu heel bijzonder. Namelijk, alleen topmanagers kunnen Suriname nog helpen. Waarom? Alleen topmanagers hebben ervaring met crisismanagement. Zonder crisismanagement ga je een crisis nooit kunnen oplossen. Dus alle goede bedoelingen van iedereen, meneer Piqué, meneer Biervliet, alle andere activisten, geweldig. Macharneus, geweldig. Alleen als het aankomt op het besturen van het land, op dit moment, in deze crisis, ja. ga je het niet redden zonder topmanagers met crisismanagement ervaring. Owen, ik ga even naar Jan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Iwan en meneer Venlo. Als ik het rapport van de commissie een beetje gevolgd heb van de Tweede Kamer, en wat deze week ook naar buiten is gekomen, dat een gemeente gekleurde ambtenaren worden gediscrimineerd. Kan je een verband leggen met wat men met dat verband leggen met wat men met Ariep heeft gedaan? Was dat het, Jan? Ja. Oké, dank je wel. Oké. Een goede vraag van Jan Ramkizoen. Want kijk, die mentaliteit in dit land, Nederland, is, ze hebben nog steeds moeite met ons. Vooral wanneer we op hogere posities komen, leidinggevende posities, dan hebben sommigen een soort houding van, die buitenlander gaat me niet komen zeggen wat ik moet doen. Ja? Gevoed door mensen als Wilders en zo. Hè? Dus kortom, het leeft in dat Nederlands volk. Daarom zijn partijen zoals Bijeen nodig om die gelijkwaardigheid niet alleen theoretisch, maar ook in de praktijk te realiseren. En ik denk dat in een uitspraak van de rechter dit element wat Jan noemt, we gaan het terugvinden. Ik heb het gemerkt in mijn ambtelijke carrière. Alleen had ik een voordeel. Oké. Dat ik ook een politieke kant had. He, dus iedereen die tegen mij was in het apparaat, wist, doe niet zo moeilijk, want hij heeft ook een politieke functie. Ja. Dus, maar goed. Oké. Even kijken. Meneer Creton, goedemorgen. Ja, goedemorgen.
Meneer Owen. Hey, brother, Frank. I go. Luister, eerst wil ik twee dingen zeggen. Maar eerst met een actie, een herinnering. Ja. 1969 of 70, you nanga want ding Cameron, dem broeder Cameron. Ja. De op een partij, de op een kara partij aap. Oh. I forget it, net like bij bijeen, zo'n partij, u ben op. Want ding Cameron, Cameron dat dit in onderwijs, dat dit in ook. Ja, die kan heb ik gekend, ja, heb ik gekend. Ik kan me niet voorstellen, maar goed, ja, ga door. Dat is om de punt, want de bewanschap zou betekenen een dubbel A en een P op. Want je vond het vreemd. Maar het punt die me want taki, me luister meneer Samson, wat je nog belgo erop en natuurlijk, want me arching hij betoog over de corruptie en dat is al zo ontmaskerd, ontmaskerd. Ja. Ik want me vraag me ik af wanneer komt hij met die kandidaten van die nieuwe beweging. Want Suriname is een klein gemeenschap. Ja. If I durf kon nou naar door naar de kandidaat, dat is maar ons masker in Suriname. Ja. Want Suriname is een klein gemeenschap. Ieder kent elkaar. Ja. En nooit van een zuiver. Ja, toch? Oké, ja. Zeker. Okay. Was dat het? Ja. Oké, dankjewel. Dankjewel, Abelard Creton, Frank. Kijk, hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Frank Creton heeft gelijk. De nieuwe beweging, ik vind het jammer dat nog steeds niet hun beleid, hun aanpak, hun filosofie bekend is. Om formele redenen heb ik begrepen. Hè? Dus de president moet iets nog goedkeuren. Maar Frank Creton heeft gelijk. Je moet tijdig de bevolking informeren over je beleid. Het nieuwe, de nieuwe beweging. Dus wat is het nieuwe? En daar moet je niet te lang mee wachten. Want ook de bevolking moet dat kunnen opnemen, bespreken met elkaar enzovoort enzovoort. Hè? Dus kortom... ik weet het ook niet. Ik hoop, naar aanleiding van ook mijn advies, je kandidaten voor de verkiezingen, kandidaten niet alleen voor het parlement, maar ook kandidaten voor minister, vicepresident, president, ook die namen van tevoren noemen, zodat de bevolking bij de verkiezingen rekening kan houden met de kandidaten die minister, president of vicepresident kunnen worden. Oké. Okay. Meneer Vrij, goedemorgen. Ja, goedemorgen, beste heren in de studio. Morgen. En daar buiten. Stof tot nadenken. Hè. U heeft het over de bloemen. Jari. Een bloemtje Jari in zijn naam. Ja. En ik zou dat weer voor het bloemtje in vast, dat weet toch? Dus ik hoop dat je een situatie die de van waar de leiding op dit moment, wat er is aan de voor de bloemtje naar Libië. En wat er is aan je eten, over, je bent juridisch man, hè? Ja. Ik heb het nog in mijn geheugen dat jaren, was politieke partij bouw in een politieke gebouw, atapoe, de leiding die ik ja aan oligo na haven. De man bespreekt hem, taki de fout. Een man... Go in hoger beroep. Mijn beste verdediger daar. Tangen nou, ik dacht 5 jaar. Dat zou nog wel vast aan een rechterbakken. Want dan ben beschuldigd geen tak aan hem. Ik ben poer en schrijfie. Maar 5 jaar, ik ben nooit meer aan dat als ik go in hoger beroep. Nou, dat was het mijn zes. Oké. Heel hartelijk dank. Oké, dank u wel. Ik heb het ook gelezen toen. En inderdaad, de rechterlijke macht in Suriname heeft een gigantische werkdruk. En dus een hele grote achterstand. Dat is de reden waarom ook een heleboel corruptiezaken blijven liggen. En dat is ook iets waarvan ik zeg... Als je diaspora-beleid had, had je hele mooie juristen, Surinaamse juristen uit het buitenland, tijdelijk of langere tijd, naar Suriname kunnen halen om te helpen die achterstanden in te lopen. Dat geldt eigenlijk voor alle sectoren, hoor.
Dus Brada Vrij heeft een punt. In alle opzichten loopt Suriname achter. Grote stapels dossiers wachten op afwikkeling. Aanvragen die blijven liggen. En ik begrijp niet waarom men dan niet zegt, oké, dan gaan we de Surinamers in het buitenland vragen om ons te helpen daarmee. En in 1, 2, 3 jaar ben je dan die achterstand heb je ingelopen. En als je dat kan houden op, iedereen wordt tijdig afgewikkeld, dan ga je richting dat topland met dat topvolk. En dus kortom, ik ben het eens met meneer Vrij. Dus die kant moeten we wel op. Die kant moeten we wel op. Dus kortom. En je weet het, ik zeg ook vaak tegen mensen, ook iemand die weet het ook, hoe lang ik eigenlijk. Sommige mensen, ik was laatst op de Albert Kuip, toen zei een vrouw tegen me, meneer Ferno, hoe lang ga je bezig dan aan de diaspora-beleid gemaakt? Ik zeg, ja, dat klopt. Ik ben begonnen met Aaron en daarna overgegaan naar Venetiaan. Daarna overgegaan naar NDP. Ik was, en dat moet ik er echt bij zeggen, luisteraars, de NDP was de eerste politieke partij die een klein beginnetje gemaakt heeft met diaspora-beleid. De wet PSA. Personen Surinaamse afkomst. PSA. Maar ik heb samen met Brada Lachman Sudama de inspraak uit de diaspora geregeld. Op het wetsontwerp PSA. En de uitkomst van die inspraak was van ons, is een klein beginnetje van diaspora-beleid. Er zal een vervolg moeten komen. Alle ministeries in Suriname moeten diaspora-beleid gaan ontwikkelen. Ja. En dat is niet gebeurd. Daarom mijn teleurstelling dat mevrouw Simons, die genoemd, af en toe genoemd wordt als mogelijke NDP-kandidaat voor het presidentschap, mevrouw Simons zegt, nee, van haar hoeft het niet. Nou, dat is nou precies die oude politiek, de oude politieke standpunten, waardoor Suriname het niet gered heeft en waardoor Suriname gaat verdrinken, letterlijk en figuurlijk, als het niet alsnog gebeurt, diaspora-beleid en aparte minister Waterstaat. Dus kortom, ik was zo teleurgesteld na het interview met mevrouw Simons. Je ziet aan alles van die mevrouw dat ze de oude politiek, jullie moeten niet denken dat jullie ons gaan komen vertellen. Suriname heeft deskundigen, expertise nodig. En ik moet er niet aan denken, Suriname haalt wel die gewitte man-vrouw uit het buitenland met expertise, maar de eigen Surinaamse blakkaman, blakkavrouw, met diezelfde expertise, wil je niet. Doe je niet. En vervolgens sta je raar te kijken naar bijna 50 jaar onafhankelijkheid. Suriname nu een van de armste landen is van Zuid-Amerika. En tenslotte, wat ook mijn hart gebroken heeft, luisteraars. Laatste cijfers, internationaal cijfers. Suriname, 70% van de bevolking van Suriname leeft onder de armoedegrens. Nogmaals, toen ik het las, mi ati brocco. Hoe bestaat het? Hoe bestaat het dat je zo'n groot land hebt, potentieel rijk land? Ruim 1 miljoen bevolking stelt niets voor. We hebben geen tijd meer, we moeten stoppen. Okay. Maar er is een meneer die iets wilde zeggen. U kan het heel kort doen, halve minuut. Ja. Er is iets bij de bevolkingsregister nu. Met wie spreken we? Edwin. Ja, er is niet bij de bevolkingsregister iets nu dat ze in 1983 geautomatiseerd hebben, dus op de computer alles gezet hebben. Gedigitaliseerd, ja. Dus vele mensen komen dus daar niet voor in aanmerking voor dat geld, want ze hebben niet alles gedigitaliseerd of correct gedigitaliseerd. Want ik ben die van mij gaan halen en toen ik dat in de uittreksel bekeek, staat er dat ik in 1983 hier gekomen ben. Oké. En wat wil je daarmee zeggen? Ik kom erop terug. Oké. Okay. Dan krijg je dus geen 5000, want je bent in 83 gekomen. Ja. Het gebaar. Goed. Ik kom erop terug, de volgende keer. Volgende keer komen we erop terug. Bedankt. Oké. Bedankt, meneer Edwin. Oké, Owen. Dat was het. En ik zou zeggen, bedankt. Abboe.
Brasa. Tot de volgende keer. Oké, Brasa voor de luisteraars. Dankjewel.